paar jaar geleden hadden we een kopfoldertax. Daarna kwam de Kunduz-coalitie en sinds deze week hebben we een sharia-driehoek bij. Wat zegt zo'n woord eigenlijk over een wijk? En is het wel verstandig om het woord te pas en te onpas te gaan gebruiken? Meneer Roepram, u heeft onderzoek gedaan naar de bewoners van de Schilderswijk. Kunt u vertellen wat er met het woord sharia-driehoek bedoeld wordt? Met het woord sharia-driehoek wordt vergeten driehoek bedoeld. En dat is een klein gedeelte waar ongeveer 5000 mensen wonen, van voornamelijk islamitische afkomst. Is de aandacht voor de Schilderswijk deze week niet helemaal uit zijn verband getrokken? Nou, ik vind van niet. Het is daadwerkelijk ook zo dat er een bepaalde groep steeds meer de neiging heeft om zijn eigen dominante opvattingen door te drukken naar anderen. Meneer Sanders, is het wel ethisch verantwoord om het woord sharia-driehoek in de mond te nemen? Nou ja, het is een manier om een wijk weg te zetten. Sharia-cirkel, mag dat dan wel? Nou ja, hetzelfde verhaal. Kent u het woord al sharia-driehoek? Dat woord ken ik uit de trouwbijlage van vorige week. Zorgt de term sharia-driehoek niet voor veel negativiteit? Die term die roept in Nederland geen warme gevoelens op. Hè? Want we hebben hier een rechtsstaat die zich niet verhoudt met een ander religieus rechtssysteem zoals de sharia. Ik sta nu naast Abdou en Abdou is nog Haagse en Haagse couscous. Kun je iets in het Haags zeggen? Geert Wilders is een mooie bloedzager. Mooi. Waarom denk je dat mensen zo huiverig zijn over de sharia? Ja, omdat natuurlijk de afgelopen jaren met name het strafrecht van de sharia belicht is. Dus met andere woorden, het stenigen bij overspel, het afhakken van handen, wat ze dan noemen de barbaarse straffen binnen de islam. Kunnen we de negatieve lading van het woord sharia-driehoek wegnemen door het maar vaak genoeg te herhalen? Ja, dat helpt wel. Vaak herhalen en hard om lachen als je het gebruikt. Hoe vaak? Nou, als jij nou eens begint om dat gewoon 24 uur lang de hele dag door te gebruiken, dan is er vast één iemand die het ontzettend snel gaat vervelen. Wat vindt u van het woord sharia-driehoek? Sharia? Ja. Wat voor sharia? Nou, de driehoek. Daar staan we nu, sharia, in de sharia-driehoek. Sharia-driehoek. We lopen in de Schilderswijk, hè? Maar dit is toch de sharia-driehoek? Nee hoor, echt niet. Sharia-driehoek. Leuk. Leuk. Mooie naam. Mooie naam. Meneer Groen, u bent politicus voor GroenLinks. Wat zijn de gevolgen op lange termijn als we het woord sharia-driehoek met z'n allen blijven gebruiken? Als je het maar gewoon heel vaak gebruikt en heel vaak herhaalt, ja, dan verliest het op een gegeven moment zijn krachten. Dan heeft het niet de negatieve lading die het in het begin heeft. Sharia-driehoek. 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 Hoeveel keer gaat u het gebruiken vandaag? Weet ik veel. 10 keer? 10 keer, ja, kan hoor. Sharia-driehoek. Vindt u het een leuk woord? Ja, natuurlijk. We willen heel graag het woord de sharia-driehoek gaan promoten. Hoe zouden we dat kunnen doen? Nou, dan ga ik voor u een pizza maken. Staat die al op de kaart? Nee, nog niet. Maar die ga ik wel even nog plaatsen. Oh, pizza! Pizza! Dit is een sharia-pizza-driehoek volgens Halal Ham. Wordt het net zo populair als de kapsalon? Ja, het gaat zeker populair worden.